Yes, vandaag zijn wij officieel handhavers. Tenminste, wij zijn handhavers in opleiding. We zijn in Rotterdam. Naast mij staat Filimon. Hij is vandaag onze begeleider. Hier de legendarische one and only... Salahuddin. Het is een grote dag, want dit wou jij heel erg graag. Helaas heb je mij in de boeien geslagen. Daar gaan we even naar kijken hoe dat ging. Ah, mijn vol, zij! Hij vindt het ook heel leuk om zelf opgepakt te worden. Kijk maar. Nou, ga je met ons mee, hè? Ja, meekomen. Daar geniet hij gewoon van. Dus dachten we, weet je wat, wij gaan officieel in opleiding. Ben jij ready? Ja. Er zijn een aantal meldingen binnengekomen, dus we hebben vandaag dingen op te lossen. Brandweer, alles, hè? Brandweer? Ja. Nee. Ja. Rustig aan, man. Karma, boy. Neem me mee, wat is er aan de hand? Nou, we hebben vier echte concrete overlastmeldingen gehad. Eén gaat over geluidsoverlast, de ander gaat over parkeeroverlast. Maar ook afval. Iedereen heeft daar grote ergernis van. Geluidsoverlast, was dat niet gewoon Salahuddin zelf? Hij stond net heet het in het busje te toeteren. Dat elke dag. Heb je er zin in? Ja, dat goed. Filimon, even kort en krachtig. Waar moeten wij vandaag op letten? Hoe moeten wij dit aanpakken in het algemeen? We gaan het met heel veel plezier doen. Het allerbelangrijkste is onze veiligheid. Als we op locatie komen, gaan we eerst goed kijken wat er aan de hand is. En dan pas gaan we het gesprek aan. Als iemand fout parkeert, wat doe jij dan? Rennen. En dan maar met de collega's mee komen rennen. Ja, ga jij, man. Oké, Jelle, kom erin. Ben ik klaar voor? Neem aan dat handhavers ook gewoon een gordel moeten doen. Sorry. Of niet. Hoe wil jij boeten? Er staan hier genoeg collega's. Je bent hier boete. Doe gordel, doe. Salah, we hebben dus de eerste melding binnen. Iemand staat fout geparkeerd. Ja, ik weet het. Fout op parkeert. Ja. Dan gaan we nu gaan. Ja, maar hoe gaan we dat aanpakken dan? Gelijk boete geven? Nee. Goed zo. Wat ga je dan doen? Even, je gaat wat gebeurt er is. En dan ga je gaan, even wat gebeurt. Oké, je gaat eerst vragen wat gebeurt hier en dan? Ja, ga één keer. Nee, doe maar parkeren, ik dacht echt boete. Als je het nog een keer doet, krijg je een boete? Ja. Laaien. Hoe ga je? Hoppa. In je automaat? Kom in die pas. Hey. Deze man, hij wil gewoon de sleutel uit het raam gooien, dat kan niet. Nee, ik kan niet. Nee, niet. Hey, Saïd. Salah. Hey. Ja, lekker, en met jou? Lekker, man. Hey, vriend. Ja. Ik weet niet of je het zag, maar het was een mevrouw. Oké. Collega, u mag het zeggen. Oké, we moeten in actie. Hallo, zie je die auto daar? Die staat verkeerd geparkeerd. Wow. Hey! Oh! Ga eruit! Zo moet ik eruit! Hey, relax. A few moments later. Ja, dit was niet hoe wij hem hadden gebriefd. Dit was echt absoluut niet de bedoeling. Dit is niet hoe een handhaver te werk gaat. Hey, wil je alsjeblieft uit mijn auto gaan? Nee, je moet. Wil je alsjeblieft uit mijn auto gaan? Vijf. No pen. Wacht even. Laat me. Hou je mond dicht. Ja, ga ik heel meteen in de auto stappen. Normaal doen. Opstaat, erin. Ga normaal parkeren. Doe. Ik kan best begrijpen dat je dit heel vervelend vindt. Wil even praten, man. Hij heeft me wel pijn gedaan, man. Hij heeft me wel gesloopt. Ik denk dat mensen dom zijn. Je hebt niet echt pijn. Wat kom hier? Hey. Wil je nou zeggen dat onze kijkers dom zijn? Die pak staat je wel. Ja, ik zeg eerlijk. Mooi pak, maar die kreeg net pak slag. Hey, geen boetes, hè? Geen boetes! Jawel, blijf boete. Dit ging niet goed, Salah. Dit is niet volgens afspraak. Weet jij wel waarom ze hier verkeerd geparkeerd staan? Misschien is er iemand wel hoogzwanger. Ja, misschien is het wel een goed verhaal waarom ze hier verkeerd geparkeerd staan. Dan ga je toch niet gelijk al aanvallen en ook nog eens een boete uitdelen? Ja. Salah, het is aan jou. Gaan we een boete geven, ja of nee? Ja. Nee. Grap, ja, niet. Salah. De volgende melding die we hebben, is iemand die aan het voetballen is. Die is continu met de bal aan het schieten tegen een muur. Ja. Maar, bij deze situatie, het is belangrijk dat we eerst gaan luisteren. Dit is die gast die hier tegen die muur zit te schieten. Die moeten we hebben. Schiet hard! Ja. Maar blijf hier even staan. Kijk wat hier aan is. Nee.
Wie is dat? Ren, ren. Wacht, dit is wel. Stop je wel. Ja? Dat is eerlijk. Heb je wel goed gekeken wie dit is? Eén de monster! Oh my god. Ik ben klaar dat je even de mond houdt. Ja, je zag het niet. Ja, dat heb je gedaan. Saladin, ik mag toch? Toch? Je boven? Nee. Groen. Hoezo ben jij opeens de bal? Wat heeft hij in jouw oor gezet? Word je omgekocht, toch? Je mag niet toch? Nee. Ja. Kan niet doorgaan, toch? Ik dacht gewoon eerlijk. Wacht even. Net wil jij zeg maar bij die andere boys, wil je gelijk wel boete geven en zo. En bij hem zeg jij niks. We zijn even van de monster. Ja. Wat heeft Filimon aan jou geleerd? Je moet komen naar de situatie kijken en je moet in gesprek gaan van wat ben je hier aan het doen? Het enige wat jij hebt gedaan is iets aangenomen. Nou, praat maar met hem. Sorry. Ja. Ik ga niet meer. Jij moet... Oké, dat ben ik. Ja, is goed. Maar soms mag ik niet tegen de muur schieten. Waarom mag ik niet tegen de muur schieten? Nee. Waarom niet? Daarom niet. Wat doe ik verkeerd? Ik wil niet gewoon de mond hier. Moet ik even fout zoeken? Hoe van? Hij. Hoppa, panna. Ik heb een panna gegeven. Ik weet niet, ja. Wat panna geeft? Papa, nu ga je. Oké, stop maar. Vraag hem of hij daar naar het pleintje wil gaan. Ja. Hey. Ja, ik heb hem. Kijk, we hebben een prachtige kruifkort daar. Ga lekker daar voetballen. Je mag je zo meteen verder op drinken, hè? Hij. Top. Wat? Welkom in de video. Grote Zeg eens matchday. Matchday. Nee, het is workday. Werkday. We zijn in opleiding. Ja. Filimon, wat voor melding hebben we gekregen? We hebben nu twee situaties gehad. Hoe gaat het? Hoe vind je dat het gaat? Cool, man. Ja? Easy. Oké, we hebben de volgende melding is geluidsoverlast. Iemand die hard muziek aan het draaien is. Die muziek die moet zachter of die moet uit. Niet slaan, niet schelden, niet rennen. Wacht even. Alleen praten. Ja? We gaan rustig praten. Ja. En we gaan vriendelijk zijn. Kan dat? Ja. Oké, tik hem aan. Ja. Wow. Wat is er gebeurd hier? Waarom? Ja, achter, ja. Ja, waar? En luister even goed. Hey! Hallo, hey! Kun je niet wijzen naar mij alsjeblieft? Wat ga je doen dan? Oh! Wat? Hey, rustig aan, man, broer! Mag ik allereerst wat tegen je zeggen of niet? Ik sta hier! Hij is al weg. Kom maar weg. Kijk wat zo'n prachtig gebied dit is. Wij gunnen het jullie om hier lekker te chillen, lekker te voetballen. Maar hou je wel gewoon aan de regels. Muziek heel hard, met alle respect, maar mensen hebben er last van. Ik wil niks liever dan dat jij een mooie tijd hebt. Ja, bedankt. Ik ook. Ja. Ik bedoel, je hebt zo vaak gestresst in het leven. Kijk, je bent al kaal. Nu al. Je mag niet zomaar aanraken, oké? Ze deden alsof. Ja, leuk. Ja, ze gingen jou testen om te kijken wat jij ging doen. Ik kan je één ding zeggen. Ik hoop dat je aan het acteren was dat je agressief deed, want dat is helemaal niet de bedoeling. Even aan jou vragen, Filimon. Jij bent handhaver geworden. Ja. Waarom is het belangrijk om goede handhavers te hebben, zeker ook in een stad als Rotterdam? Allereerst moet je hart en ziel hebben voor de stad. Je moet echt klaar willen staan voor de burgers en hen ook echt willen helpen. Zijn er toch mensen die, als ze handhavers horen, of dat er toch al een beetje een afstand ontstaat? Waar komt dat vandaan en hoe kunnen we dat oplossen? Nou, dat klopt helemaal wat je aangeeft. Dus vaak als wij een bekeuring uitschrijven, is dat wat ze onthouden. En dat is onze imago die we op dit moment hebben. Wat we doen om de verbinding weer te creëren met mensen, is het gesprek met ze aangaan. De wijken ingaan,
bewoners en ondernemers helpen daar waar we kunnen. Maar vooral het gesprek aangaan, dat vinden we het allerbelangrijkste. En wij denken echt dat we op die manier een andere handhaven kunnen laten zien. En ook aan de hand daarvan kunnen laten zien wat we nog meer doen. Want wij schrijven niet alleen bekeuringen uit. We helpen mensen, we doen vergunningen checken en tijdens evenement zorgen dat de veiligheid in orde is. Als mensen gevallen zijn, helpen ze ook daarbij. Het is heel groot wat we allemaal doen. En nu kan het ook zijn dat iemand aan het kijken is en denkt van wacht eens even, er zijn handhavers, maar ik kan het nog beter doen. Zeker. Hoe kan je jezelf aanmelden? Heel simpel, ga naar rotterdam.nl/handhaving. Linkje in de beschrijving. We moeten nog werken. Zeker, we hebben nog een casus. Ja, wat zit je rustig dan? Heb je zin in? Ja. Let's go dan. We zijn nu in de auto, gaan we spuut naar een Eep het Monster, gaan we kijken wat hij doet, ja? Ja, niet alleen Eep het Monster, hè? Eep het Monster, Lendor en... Ze zijn alle drie weer verkeerd bezig, ze zijn afval op straat aan het gooien. Het is echt smerig. We gaan zo meteen er naartoe, gaan we eerst in gesprek, we gaan de situatie schetsen en dan gaan we gewoon proberen rustig op te lossen. Hé, hey, we gaan één keer een leuke dag moeten. Roken is niet goed, maar hij mag dat zelf bepalen. Willy trekken! Willy man! Hij zegt Willy trekken. Willy! Oké, Salah. Kijk hoe hij die Fanta denkt, alsof hij nog nooit Fanta heeft gedronken. Hé, hey, dit is een andere blik, hè? Drink met rechts. Ja, zo'n nieuwe. Ik weet niet wat zwaarder is. Chillen met Salah ad-Din, hem in bedwang houden of het werk zelf? Het werk zelf is relaxed. Oh, wacht. Ik zie ze. Gooi je ding op de grond. We gaan eerst gewoon proberen op te lossen met praten, toch? Maar wat hebben we gedaan dan? Gooien. Nee doen. Hier, blikjes op de grond. Plakken. Daar zo ook. Op het moment dat ik mijn handen zo doe. Yo, serieus? Dat is een dingetje. Wow. Dit is echt van, ik heb geen geduld meer. Dit is ik probeer nu mezelf rustig te houden. Okay. En gooi al je afval weg, man, bro. Gooi statiegeld, het allemaal weg. Statiegeld. Kijk hoeveel hij heeft, man. Kijk hoe langzaam hij doet, zeg maar, expres. Ja, wil je deze ook weg? Nee, dit is zo mijn put. Ik ga gewoon niet zomaar daar aan zitten. Kijk dit. Nu geen meldingen. Maar we gaan lekker even gewoon een rondje lopen en gewoon... Lopen. Gewoon plezier maken. Ja, lopen. Met je benen zo. We gaan nu inderdaad gewoon lopen. Ja. En we gaan de beste kant van onszelf laten zien. Dus we gaan heel veel lachen. Ja? Ja. Oké, kom op. Hoe ziet jouw lach erin? Vind je dat dit bij mij staat? Ben ik een echte handhaver? Ja. Wanneer vind jij een handhaver goed? Wanneer die mensen... aanhoudt wanneer spullen op de grond worden gegooid, of vuurwerk wordt afgestoken, illegaal vuurwerk dan. Maar dat is uiteindelijk wat wij willen. Wij willen gewoon een gezellige Rotterdam. Dat je gewoon kan chillen, dat je kan lachen. Maar heb je ooit van een handhaver een panna gekregen? Hey! Hoe zie je eruit? Laat je zien. Hij kijkt naar daar. Dat is microfoon. Hij kijkt naar boven. Ja, dat is camera's daar hebben. Kom met staal. Wie is de volgende? Wojo, Feyenoord. Goedendag. Wacht even, melding. Goedendag. Waar? Yes, man, check. Ja, moet ik een pannen geven? Moet opletten, Assa. Jij hebt het ook geplet. Jij hebt het ook geplet. Doe vrij, ja. Hé, hey, wie durft toetouchen? Ik ben met deze patas. Nee. Ja, af. Oh, het is toetouch, sorry. Oké. Okay. Oh, hij was wel twee keer. Ja, sorry. Hij was wel twee keer. Ja, en hij stopt hoor. Gratis show. Kijk maar. Hé, hey, gratis show. Let op. Wow. Hé. Wow. Hey! Oh! We zijn er! Sterk! Biceps voor niks! Hij heeft een mooie show gedaan voor niks, hij gaat verliezen, kom, finale! Kom maar, geen meer uit! Kijk met welke schoenen ik speel, hè! Als hij met deze verliest, dan moet hij 30 keer opdrukken hier zo, naast iedereen! 1, 2! Hij heeft verloren! Nee, hoezo? Nee, je hebt verloren. Je bent echt veranderd. Nee, hey, hoe jij die ballen geeft is precies hetzelfde. Ja, yeah, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Hey! Opnieuw. Oké, ik ben niet... Handhaven, hey, Salah, pak hem. Zoek. Ja.
Ah. Daar ben ik hem. Nee. Nee, niet. We lachen ermee. Nee. Hey. Dit is de payback dat Kroatië van Marokko heeft gewonnen en van Nederland heeft gewonnen. Besef die. Oh, wil je mij op camera pakken, joh? Wil je dat nou echt doen? Oh, hij is zo sterk. Hij durft niet, hij durft niet. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh. Ik krijg altijd shine, maar vandaag, game is on. Vandaag heeft hij pijn. Kijk maar naar zijn gezicht. Kijk, kijk goed, hoor. Niet erg. Salahuddin heeft het heel goed gedaan. Op sommige momenten iets minder, maar daar gaan we het over hebben. We zijn in opleiding. Ik hoop dat jij ook in opleiding gaat en dat je komt werken bij ons. Rotterdam.nl/handhaving, daar kan je je aanmelden. Hey, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Of echte handhaver meer. Maar jij gaat iets pakken, ja, weet je. Hij heeft gelijk. Ja, jij mag Randy zo meteen als de camera uitgaat nog een keer aanpakken. En over aanpakken gesproken. Hij wil niet meer. Waarom praten jullie door mijn auto? Mooi, we zijn klaar met deze video. Jij scoort echt leuk van.